Ja. Gast, sta je echt elke dag een uur in de badkamer? Ja. Moest je dat niet vermelden bij de bezichtiging? Dat zijn verborgen gebreken. Hè. Mag ik? Ik weet wel dat je dat nu bij kan gebruiken, zei ze. Nee. Jawel, ik rol dat niet op. Ik ben een nijper. Ik ben een roller? Ja. Sorry, ik ben nog niet naar de winkel kunnen gaan. Dat is niet erg, dat is gewoon tandpasta. Maar kun je dan volgende keer wel een ander smaakje pakken? Want deze is echt goor. Kun jij je BH's van een badrand weghalen? Je hebt daar een kamer voor, hè? Sorry. Geen BH's in mijn badkamer. Goed slapen. Oké, hoe ben jij? Zo van, hè? Het was mijn laatste. Wat doe ik? Ga ik om een nieuw voorschrift of stop ik en ga ervoor? Ga dat doen, hè? Echt? Ja. Oh. Spannend. Ja. Maar we gaan het kunnen, hè? Sowieso. Dat gaat toch niet van de eerste keer prijs zijn. Dat weet je niet. Hè? Dat is waar. Laten we hopen van wel. Ja. Een busje pakken, goed. Ça va. Sanne en Sammy, dat klinkt wel goed, hè? Dan zijn jullie Sunny of Sadabi of zo. Eerst vanavond nog overleven. Wat ga jij aan doen? Dat is misschien goed voor een fietswinkel, maar niet voor op date te gaan, hè, vriend. Sap. Hey, Marvin, die een t-shirt voor vanavond? Nee. Een beetje meer moeite doen, hè. Ja, maar ook niet te veel. Allee, toon een keer wat je gekocht hebt. Maar nee, zeg. Allee, toon dat. Kom, hop. Chocolade. Je gaat dat toch niet serieus doen? Wat? Is dat niet goed? Zijn bloemen beter? Hè? Nee, gast. Niks. Niks is beter. Je gaat first daten, je gaat anniversary niet vieren, hè? Ik probeer gewoon een goede eerste indruk te maken. Ja, flirt dan gewoon een beetje. Voilà. Wees een beetje smooth. Kijk genoeg in haar ogen. Ah ja, en een tip. Niet zeggen dat je bij je oma woont, hè? Maar nou, het is goed. Goed. Salutjes, hè? I can't feel my face around you. In the end, it's the same old story. Oh, ik heb iets voor u. Hier, mijn eigen tube. Kunnen rollen zoveel dat je wilt. Wauw. Dat is het meest romantische dat iemand ooit voor mij heeft gedaan. Dat is een beetje zielig, hè? Zeg maar, anders moeten wij eens nadenken om zo samen een pot te leggen, hè? Voor boodschappen. Ja, misschien. Wauw, toch geen geldissues. Ik zit er alleen maar om mee te betalen aan de huishuur, hè? Nee, nee, komt goed. Nee, gewoon een beetje gedoe met mijn ex over geld. Toch geen Ambras?
Wordt het zo'n avond, of wat? Absoluut, ja. Maar zet u er anders bij. Leert je ineens iedereen kennen. Oké. Okay. Jullie zijn echt zo'n kliksken, hè. Dat is kei tof. Ja. Ik heb dat nooit gehad. Ik heb altijd zo wat losse vrienden van overal gehad. Maar ik ben ook vaak voor huis en dat maakt het dan ook niet makkelijker, natuurlijk. Nee. Ja, Jonas en Laura ken ik al van in de kleuterklas. En Nele, dat is zo altijd een beetje de oudere zus van geweest, maar ondertussen is dat ook echt een supergoeie vriendin. En de Sammy is er in de Giro bijgekomen toen hij naar hier is verhuisd. En Marvin kennen we ondertussen iets van een 6 maanden of zo, maar dat voelt echt al veel langer. En die heeft nu zo half-half iets met Nele. Maar dus Giro, of wat? Hm? Ik zat in de scouts. Nee, een boskakker of wat? Zeg. Ik dacht al heel de week dat ik iets rook. Zeg dat niet, hè, van de avond. Wow, mag ik dat niet meespelen of wat? Nee, en terecht. Dank u. Zie je nou. Wat? Hoe? Wie? Gaat je het doen? Chocolade, maar al mijn vrienden vinden dat belachelijk. Ruben zit nog even in de badkamer. Ada? Nele? Hey. Marvin. Ah ja, jullie zijn dat koppel dat geen koppel is, zeker? Ja, sorry. Ruben heeft zo'n hele omschrijving gegeven van de groep. Ja, je voelt je wel goed thuis, precies. Dat begint al, dat kan jij, ja. Hallo, hey. Jonas. Ja. En... Hey. Oh, Laura. Ja, Laura, sorry. Mijn kuis zegt mijn naam, sorry. Ik ben Ada, de nieuwe roomie. Voilà. Oké, okay, kom maar binnen. Nela. Hier, ze. Ja, zo. Mm. Oh, zo. Is gedoucht nog? Ja, het was nodig. Alsjeblieft. Voilà. Dat had je niet moeten doen, merci. Dat weet ik. Hoe is het? Ik hoor zo weinig. Ja, ça va. Ja? Mm-hmm. Ben jij Sammy? Ja. Ik ben Sanne. Ja, dat heet ik. Hey. Oh. Ah. Voilà. Het is hier met chocolade. Hè? Ah. Dat was... Ik had dat bij voor u. Allee, als je het wilt. Ja, die chocolade zie ik in de nu. Ah, merci. Dat is wel lief. En tegen een wijntje ook niet. Ah ja. Is beneden bestellen. Oké. Okay. Wit? Ja, is goed. Krank. Dank je. Dus ja, de volgende reis wordt waarschijnlijk Tanzania. Je bent nog maar even hier en in uw kop zit je al terug weg. Mm-hmm. Mm, kan dat zomaar mijn werk? Ja, dat is het voordeel van freelance te zijn, hè. Wat gaat Sammy zeggen dat jij opnieuw verlof vraagt? Allee, als je tegen dat nog mee mocht, hè, van Nederland. Ik heb Sammy mogelijk de liefde van zijn leven bezorgd. Dus ik heb wel wat krediet verdiend. Zo snel gaat dat niet gaan.
Ja, maar Nele ging de Euromillions winnen, dus probleem opgelost. Ah, oké. Okay. Je zou dan niet meer werken? Nee, tuurlijk niet. Nee? Ik zou blijven reizen. Ik zou een club openen op Ibiza of Miami. Hè, en dan kan ik daar in het weekend draaien, hè, of elk ander weekend, om zelf nog een beetje te feesten. En dan kom ik af. Die goed plan. Ja. Jij zou sowieso je geld binnen de 5 jaar opdoen en dan terug van nul moeten beginnen. Ja. Maar liever dat dan dat er 5 miljoen op mijn bankrekening staat en dat ik doodval. Dat is ook waar. Ja, jij zou dat geld braaf op je rekening laten staan, hè, Sissy? Ja. Let op, ik zou eerst ons droomhuis bouwen. Hè? Met die keuken die we niet kunnen betalen. Mm. En dan zou ik zo in onze badkamer zo een vrijstaand bad op pootjes. Met zo'n kraan die uit de grond komt. En dan zou ik inderdaad de rest gewoon opzij zetten voor ons kindjes. Zodat die later kunnen studeren en eigenlijk zelf iets kunnen kopen. Amai, dat lijkt dat jullie al kinderen hebben. Of heb ik iets gemist of zo? Nee. Nee, maar hopelijk duurt het niet te lang. Want ik heb vandaag mijn laatste pil gepakt, dus we gaan ervoor. Oh. Amai, zo burrelijk. Zo is ons Laura wel, hè? En jij, Jonas, wat zou jij doen moest je winnen? Wel blijven werken. Echt? Ja. Ik zou er echt eens over moeten nadenken. Gewoon gelukkig proberen te zijn, zeker. Hm. Zoals iedereen. Dat is kei mooi, schatje. Maar ook vooral ons droomhuis, hè? En een groot trouwfeest. Ja, liefje, vooral ons droomhuis. Maar het is niet omdat we dan ineens veel geld zouden hebben, dat ik wel zou willen trouwen, hè? Dat weet je. Dat weet ik. Maar ik kan u wel nog altijd overhalen. Bon, je zou je sowieso laten overhalen, hè? Pushover. Maar dat is niet waar. Het is een mopje, hè? Wow. Jonas, kun je niks zeggen, maar je bent toch een klein beetje een sloef, hè? Maar... Soms. Maar nee. Maar ja, als jij niet beslist, dan moet ik het altijd beslissen, hè? Toch? Ja. Wat zou jij doen, Marvin? Ik zou waarschijnlijk een busje kopen en rondtrekken. De Marvmobiel. En waar woont je? Iets verderop, een paar straten verder. Zelf iets gekocht dan ofzo? Of? Nee, ik woon nog bij mijn oma. Voorlopig. Ah, oké. Okay. En jij? In Goik. Ook toch? Ja. En jij danst dus? Ja. Hip-hop ook heb ik gezien. Inderdaad, ja. Sorry, ik heb je al even opgezocht. Ah ja, maar dat is oké. Okay. Ik heb ook al op je Instagram gezeten. Oh. En danste jij ook? Nee, ik ben niet echt zo'n danser. Oei. Ah, maar je hebt een fietsenwinkel zeker? Ja, klopt. Ja, cool. En is dat dan zoals bij mij, dat je van je hobby je beroep hebt kunnen maken en dat je dus eigenlijk geen echte hobby's meer hebt? Ja, misschien een beetje. Alhoewel, ik heb andere hobby's buiten... Fietsen. Dat is echt iets dat ik met mijn vrienden doe. Maar zelf ben ik heel erg bezig met games, comics, films. Wat is uw favoriete film ooit? Ah, sowieso The Dark Knight. Dat is die Batman-film met Heath Ledger als de Joker. Ja, dat was zijn laatste rol. Ah, dat is nog redelijk recent dan? Nee, 2008 denk ik. Dat is dus al meer dan 10 jaar geleden. Maar hij is vlak na die opnames gestorven. Oké, maar er was onlangs toch nog een film van de Joker? Ja, met Joaquin Phoenix. Ook een heel goede film. Maar er zijn ondertussen al heel veel Jokers geweest. Heath Ledger, Jared Leto, Mark Hamill. Maar mijn favoriet blijft toch wel Jack Nicholson. In de versie van Tim Burton. Leunt het meest aan bij de comics ook. Heath Ledger is dan weer veel duisterder en realistischer en heel goed gespeeld. Dus ik twijfel heel hard tussen die twee. En qua Batman is Christian Bale al langer mijn favoriet. Ik moet wel zeggen, sinds dat die ene uitkomen met Robert Pattinson. Bright lights, cities asleep, come be you. Wild night, I wanna keep you close. Hey, hey, tonight we are the hot shots. Let's go somewhere we might get caught in the moment. Hey, hey, are you ready for a ride? Moving on to better things. Dreaming big and getting high. With you I would do anything. Anything to feel.
Laura was weer goed opdreven. Ik moet echt stoppen met zo'n parkje te zitten. Sorry, maar ik kan dat hypocriet gedoe van u echt niet meer goed vertragen. Je weet gewoon niet wat dat jij wilt. Ga blijkbaar met Laura een kinder beginnen, maar ondertussen zit je... niet het moment om daar nu over te beginnen, hè. Echt serieus, je moet stoppen met zo te doen, want het gaat allemaal uitkomen. Is dat wat je wilt? Daar wint niemand iets bij, ik hoop dat je dat beseft. Ja, ik kan niet blijven faken, hè, Jonas. Hoe lang is dat spelletje nu al bezig? Dat weet je toch ook niet goed. Ah, oh, sorry. Dat is niet. Dat is 32,80 alsjeblieft. Samen of liever apart? Liever apart. Oh nee, ik betaal wel zo. Oh, maar dat moet niet zo. Ça va, ça. Alsjeblieft. Merci. Jij mag de volgende keer betalen. Nee dan. Dat is in orde. Merci. Salukes, merci. Tot de volgende. Zeg, merci voor de chocolade. Ja, merci voor de leuke avond. Ja. Ja, het was gezellig. Sorry als ik te veel over comics heb gebabbeld. Ja, je werd wel echt heel enthousiast. Ja, eens dat ik opdreven en dan... Goed, allez, tot de volgende. Mag ik anders uw nummer? Je hebt toch met een Instagram? Ja, dat is waar. Misschien stom om nog achter een nummer te vragen. Allee, zal ik het. Heeft er iemand al iets gehoord van de Sammy? Nee. Nope. Allee, dan is hij in ieder geval niet direct gaan lopen. Tuurlijk niet. Of dan heeft men zich langer dan 10 seconden kunnen inhouden. Oh, oh nee. Ja. Wacht, ik kan even niet volgen. Inside joke. Ja, onze Sammy die, ja, die is niet zo vlot met vrouwen. Ja, dat is een understatement. Hè? Ja, ja, maar dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Zelfs van in de Giro nog. Hè, die is zo wat verlegen en, ja, en die maakt wat moeilijker vrienden. Ja, of vriendinnen? Nee, zeker niet. En die had toen één keer iets gehad met een meisje, Melissa. Yep. En dat was ook een van de Giro. Allee, Ruben, kom. Ja, en hij was toen ook al 19, dus hij was er niet bijster vroeg bij. En we waren een beetje aan het eten en we gingen voor de eerste keer seks hebben. En ja, Sammy was een beetje snel. Ja. En die foef van de Melissa is dat beginnen rondbazuinen op de Giro. En dan is iedereen hem snelle Sammy beginnen noemen. Maar allee, dat is kei zielig. Ja. Waarom vertelt je dat ook? Maar dat is toch grappig, iedereen weet dat. En dan is het niet oké om dat te vertellen. Kom. Mag ik nog altijd zelf beslissen wat ik zeg of niet? Nee. De Sammy die heeft soms gewoon een pushje nodig. Allee, dat is echt een superlieve gast, maar ja, soms moeten we die gewoon een beetje uit zijn comfortzone trekken. Moet je maar nooit drinken? Ja. Ja? Maar heeft hij dan daarna geen andere vriendin gehad? Nee, niet echt. Heer, de Sammy stuurt net. Merci allemaal, het ging goed. Thanks, Nere, het is echt een toffe. Dat was, schatje. Je bent zo stil. Nee, ik ben gewoon wat moe. Ja, maar je werd precies wat stilletjes vanavond. En ook een beetje kort tegen de Ruben. Ja, gewoon. Ik vond dat niet zo chill dat hij dat zei van Sammy en zo. Zijn ader gezakt, toch niet? Ja, dat is waar. Ik vond dat gelijk een beetje raar. Allee, niets op tegen of zo, maar toen we binnenkwamen, zo van... Wat is uw naam? Sorry, ik ben niet goed met namen. En dan zo wel uw naam kennen. Maar allee. Hoe vindt u dat een knappe? Nee, schatje. Dat is niet uw type. Want jij weet wat mijn type is, hè? Oh ja. Nee, maar ze leek wel te klikken met Ruben. Ja. Nee, dat is toch vooral voor dat geld is, hoor. Dat hij daar gewoon kan blijven wonen. Mm. Ja, maar het is ook tof dat hij een roommate heeft. Dan is hij niet alleen. Mm. Een keer dat de Sammy een lief heeft, dan wordt hij ons volgend projectje. Hè? Dan moeten we wel geen verjaardagscadeau meer zoeken. Ik denk niet dat je hem daar een plezier mee doet. Maar je moet dat gewoon een beetje pushen. Met de Sammy is dat ook gelukt. Ik zou echt niet weten wat Ruben zijn type is wel.
met wie ik die op date zou sturen. Ja, ik ook. Ik ben eigenlijk de enige die hier ligt. Hoe bedoel je? Ik weet ook niet wat je helemaal aansteekt op je Tinder. Is het een scheepoeper, ja of nee? Als jij niks zegt, ik ook niet. Vaar. Dat fietsen. Zou je dat niet tijdelijk stopzetten? Wat? Ja, dat is slecht voor je zaad. Ik weet al wat jij gaat zeggen. Of niet soms?